Vandaag hebben we het over kinderzitjes in de auto. Waar let je op als je een zitje gaat aanschaffen? Hoe weet ik of een zitje veilig is? En hoe zet je het zitje vast? Wanneer kan ik over naar een ander zitje? Kortom, mag ik een hulplijn inzetten? In 1933 bracht de Bunny Bear Company het eerste autostoeltje op de markt. Het ging hier om een stoffen zitverhoging die aan de autostoel kon worden opgehangen. Dit autostoeltje was er niet op gericht om de veiligheid voor kinderen te vergroten, nee. Het doel was om de ouders een rustige rit te bezorgen. En door die zitverhoging konden ze hun kinderen namelijk makkelijker in het oog houden. En bovendien dwong het autostoeltje de kinderen om op hun plek te blijven zitten. Het eerste autostoeltje gericht op de veiligheid van kinderen kwam pas in 1962. De Brit Sean Ames die bouwde dat jaar een systeem om baby's te beschermen tegen verkeersongelukken. Pas toen de autoproducent Ford in 1968 een grootschalige reclamecampagne voor hun eigen autostoeltje, de Todd Guard, lanceerde, kwam daar verandering in. Steeds meer mensen werden zich zo bewust van de risico's van veilig vervoer van kinderen in de auto. Ook nationale overheden gingen zich ermee bemoeien. In veel Europese landen zijn kinderzitjes voor kinderen verplicht. Maar hoe weet ik dan of ik wel een veilig zitje heb en hoe zet ik ze goed vast? Tijd voor een AWB-expert, want ik ben nou wel eens benieuwd hoe het zit. Snap je hoe het zit? Hey Paul. Hey Eva. Kijk, jij bent autostoeltjes-expert. Ik zie er ook een hele hoop staan. Maar welke types zijn er allemaal? Je kan kinderzitjes eigenlijk opsplitsen in drie categorieën. Ja. Dus allereerst heb je de babystoeltjes. Ah, dat is deze. Dat is die, dat klopt. Die zijn zeg maar voor kinderen vanaf de geboorte tot een jaar of 1 of 1,5. Mm-hmm. Daarna krijg je het peuterstoeltje. Die zijn zeg maar geschikt voor kinderen van 1 tot een leeftijd van 4 jaar. En die wordt dan weer opgevolgd door de kinderautostoel voor kinderen van 4 tot, ja, tot 1,35 meter. De lengte waarbij ze nog in een stoeltje moeten zitten. Dus dit is een stoeltje wat zeg maar een peuterstoeltje en een kinderautostoel in 1 is. Oh jeetje, daar kan ik bijna in. Hoe weet ik nou welk stoeltje ik mijn kind het beste in kan zetten? Op de onderkant zit een goedkeuringslabel. Het goedkeuringslabel die zegt op een gegeven moment van kijk, dit is een label waarvan 0 tot 13 kilo. Ja. De nieuwe goedkeuringseis, daar heb ik hier een zitje van. Hier kun je dus zien, dus hier is het niet in gewicht ingedeeld, maar hier is het kind in... Oh ja, centimeters. 100 centimeter tot 150 centimeter, ja. Ja, klopt. En dan ook nog lager dan 21 kilo. Ja. Dan heb jij het over de nieuwe eisen en de oude eisen. Wat is er precies veranderd? Bij die nieuwe eisen is het zo dat de stoeltjes moeten een zijlinkse botsproef goed doorstaan. Als hier een kind in zit en je wordt van de zijkant aangereden, komt het hoofd hier tegenaan, hè, weet je wel. Ja, is de zijkant ook wordt beschermd? Daar... Ja, precies. Ja. Dan een vraag waar volgens mij heel veel ouders mee zitten, zeker bij een nieuw zitje. Ja. Hoe bevestig je dat ding in de auto? Nou, je hebt dus kinderzitjes die je zeg maar met de autogordel vastzet en kinderzitjes die je met Isofix vastzet. En Isofix dat houdt eigenlijk in dat er iets in de auto zit waar je het zitje in bevestigt. Dat moeten we even uitproberen. Tuurlijk. Leuk. Nou Eva, dit zitje gaan we even vastzetten met de autogordel. Ja, ik kijk mee. In de haakjes. Die gaan heel mooi in de haakjes. Vervolgens zet je en klik. Dan haal je zeg maar, de schoudergordel. Die haal je om het stoeltje heen. Ja. Hier doorheen. Goed vasttrekken en kijken of die goed vast zit. En deze boog, moet hij nog naar achter of maakt dat niet uit? Nou, bij dit zitje blijft hij gewoon hier staan. Maar je hebt ook zitjes waarbij hij nog tegen de rugleuning van de auto moet zitten. Oké, okay, next! Dit is een zitje met een peuterzitje met Isofix. Ja. Dus wat je eerst doet, is de Isofix haken naar buiten. Ah, en die komen in die punten, want daar zit ook het teken van een kinderzitje. Vervolgens moet je nog de steunpoot op de goede hoogte zetten. Kijk, die is nou nog half rood, zie je dat? Ja. Zo. Groen. Ja. Groen. Super. Zo. Dus dit is zeg maar tegen de rijrichting in. Ja. En dan op een gegeven moment wordt het kindje, kijk, kan hij zijn beentjes niet meer kwijt. Nee. Een jaar of 2, 3 of zo. Zit die kant op draaien. Kun je hem zelf zien. Oh ja. Hé, hey, super. Mooi, wat een mooi zitje. Sommige autozitjes zit het kind in de rijrichting en andere zitjes zit hij tegen de rijrichting in. Ja, klopt. Waar heeft dat mee te maken? En je ziet ook zomaar bij baby's dat het hoofd in verhouding tot het lichaam groot en zwaar is. Ja. Dus je kan je voorstellen op het moment dat je in de rijrichting zit en je krijgt een frontale botsing, dat de kracht op het nekje gewoon veel te hoog worden. Ja. Met het gevolg dat ze letsel hebben.
een babystoeltje met een Isofix basis. Oké. Okay. Dus wat je eerst doet, is je gaat eerst de basis gaan je monteren. Mm-hmm. Dus wederom. De pennen eruit. En ze staan nu op groen. Groen, super. Dus staat deze nog op rood, want we gaan nu het zitje aan. Ah, oké. Okay. Ja, fantastisch. Kijk. Nou, het zit groen hier. Groen. Handig hoor. En hoe weet je nou dat het tijd is om de overstap te maken? Kijk, bij de oude zitjes is het zo, die staan nog in kilo's. Ja. Dan is het in ieder geval zo dat als het kind in ieder geval bij een babystoeltje, als hij met de hoofd aan de bovenkant van het stoeltje heeft bereikt, dan moet hij naar de volgende. Oké. Okay. Wat is nou een veilig autostoeltje? Hoe weet ik dat? Als je een veilig zitje wil, dan raden we in ieder geval aan om de AMW kinderzitjestest te raadplegen. Onze eisen die wij stellen zijn zwaarder dan de wettelijke norm. Verder kijken wij ook naar het gebruiksgemak. En als laatste kijken we ook nog naar schadelijke stoffen die eventueel in de bekleding zitten. Zijn er dan nog andere dingen waar je over na moet denken bij het aanschaffen of gebruik van een kinderzitje? Nou, het is altijd belangrijk om zeg maar met je auto naar de winkel te gaan. Mm-hmm. En vervolgens dat stoeltje wat je wil kopen, dat pak je dan en dat ga je dan gewoon proberen in je eigen auto. Ja. Je moet in ieder geval de handleiding goed doorlezen van het zitje, maar je hebt ook nog het instructieboekje van de auto. Je ziet vaak dat in auto's, die hebben ook vaak nog wel beperkingen, dat je niet op elke plek een stoeltje kan plaatsen. Kijk, dit is de autotypenlijst. Dan kun je op een gegeven moment kijken van, nou joh, ik heb een Ford B-Max. Nou, die kan op stoeltje 2 en stoeltje 4 mag dit zitje geplaatst worden. Dus check de handleiding zowel van het kinderstoeltje als van de auto. Dan Absoluut. Weet je zeker dat je alles juist gebruikt. Ja. En als we het dan toch hebben over handleidingen en instructieboekjes, tijd voor de kleine lettertjes. Want hoe zit het met de regels voor het gebruik van kinderzitjes in de auto? Daarvoor bel ik even met Annemieke, want zij is juridisch expert bij de ANBB. Hey Annemieke! Hoi Eva! Hoe kan ik nou het beste volgens de regels en veilig een kind vervoeren? Nou, dan moet je eigenlijk gewoon zorgen dat het kind wat je vervoert een passend, voor dat kind passend kinderstoeltje heeft. En vervolgens is het zo dat je dan ook moet kijken waar je dat stoeltje in de auto het beste kunt plaatsen. Ik heb geen autostoeltjes in mijn auto. Ik heb wel een nichtje wat ik wel eens meeneem in de auto. Hoe kan ik dat dan het beste doen? Nou, daar is ook aan gedacht in de wet. Op het moment dat incidenteel jouw kind wordt opgehaald door iemand anders, dan kan dat zonder kinderstoeltje. Maar nogmaals, moet het kind in ieder geval wel 3 jaar zijn, dan mag die in de autogordel. Ja. Ja, je kunt geen baby op de achterbank leggen. Nee, natuurlijk niet. En incidenteel betekent ook echt af en toe. Dus als het 1 keer in de week is, dan is dat al niet meer incidenteel. En dat gaat ook alleen maar over korte afstanden. Dus ga je heel Nederland door, dan mag dat ook niet. Duidelijk. En waar moeten we rekening mee houden? In het buitenland. In het buitenland kan dat iets afwijken, omdat de Europese regels die geven daar ruimte voor. Tot 1,50 meter. En elk land mag daar weer anders mee omgaan. Dus hou daar gewoon rekening mee als je op vakantie gaat, dat je iets langer in een kinderzitje moet zitten. Ja. Dus bewaar je zitje ook wat langer. Oké, nou, ik ga weer door. Dankjewel Annemieke. Doei. Als wij nou kijken naar de toekomst, hè? Hoe gaan we dan kinderen in de auto vervoeren? Nou, ik denk in eerste instantie dat de auto's die krijgen steeds meer veiligheidssystemen. Dus ik denk dat er nog wel een paar airbags bij komen. Nou, op dit moment is er al een zitje op de markt. Die heeft airbags in het gordelsysteem zitten. Okay. Dus op het moment dat de botsing plaatsvindt, dan klapt die airbag uit en wordt het hoofd bijvoorbeeld opgevangen van het kind. Dus airbags in de gordel is wel een goed idee. Heb je nou een vraag over een ander onderwerp? Laat het me weten in de comments, dan zet ik een hulplijn in. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.